Ik denk wel dat dit de meest gangster auto is die wij ooit hebben opgenomen. Cue de hip-hop. Nou, dat is toch niet echt onze stijl, hè? We zijn weer in Duitsland, te gast bij onze vrienden van GAD Motors in de buurt van Stuttgart. En dan weet je al hoe laat het is. Altijd leuke dingen gebeuren daar. En we rijden vandaag in een auto. Ja, het is een soort Frankenstein auto. En als ik hem ergens mee moest vergelijken, het is bijna onmogelijk. Maar ik keek vroeger altijd Looney Tunes als kleine boeben. En dan had je altijd de Tasmanian Devil. En dat vond ik altijd zo'n raar beest. Maar nu snap ik het. Dit is de Tasmanian Devil. Dat beest was altijd aan het rondrennen en dingen aan het opeten en tornado's aan het maken en aan het schreeuwen. En deze auto doet dat ook. Het is echt een krankzinnig apparaat. Hij begon zijn leven als een E500 coupé. Best wel een ingetogen auto. Maar de eigenaar die wilde iets heel unieks hebben. En dan ben je bij GAD aan het goede adres. Dus ze hebben er een 5,5 liter V8 biturbo van AMG ingelegd. Maar dat was ook niet genoeg. Dus ze hebben hem uitgeboord. 5,8 liter V8 biturbo hebben we hier in het volgende liggen. Een van de 11 die GAD heeft gebouwd tot nu toe. En hij levert 900 plus pk, 925, zoiets, in de normale setup. Je kan hem ook met race fuel rijden met een andere ECU, dan krijg je boven de 1000 pk. En omdat ze dus die motor hebben uitgeboord van 5,5 naar 5,8 liter in diameter, hebben ze natuurlijk ook de zuigers aan moeten passen en hebben ze de drijfstangen aangepast. En dan zie je dus dat als je een originele en een GAD-versie naast elkaar houdt, dat ze ten eerste schelen in diameter. Ten tweede zie je dat ze een aantal dingen nog hebben aangepast, dus een stukje dieper hebben uitgeslepen. En je ziet dat het gewicht gewoon echt heel veel scheelt. Die van GAD is gewoon veel lichter, waardoor de motor makkelijker reft. De drijfstangen zijn ook anders. En zo hebben ze dus eigenlijk een maniacale E63 coupé gebouwd. Terwijl de E63 coupé nooit gebouwd is door Mercedes. Dus de eigenaar wilde iets unieks en GAD bouwt iets unieks. En uniek is ook het interieur, want GAD heeft het helemaal aangepakt. Het ziet er echt geweldig uit met prachtig carbon fiber overal. Rood leer, zwart leer, rode stiksels. Ook van binnen is het een beetje een Frankenstein, want het is natuurlijk geen AMG. De basis E500, dus we hebben een AMG stuur, AMG tellers. Deze AMG drive unit met de versnellingsbak en de Comfort Sport Plus manual selector. We hebben stoelen uit een C63 AMG met geweldige stiksel. Oh, het ziet er echt heel goed uit. De achterbank is ook helemaal aangepakt. Ja, het is echt, echt heel erg mooi. En die 5,8 liter V8 biturbo die produceert natuurlijk een geweldig geluid. Oeh, dat klinkt goed. Al die turbo wastegate geluiden en zo. Hij puft en hij sist. Die uitlaat erachter.
Ja, echt geweldig. Heel leuk, heel leuk. Maar hier zit een knop. Even indruk. Het geluid van deze auto is echt absurd. Dit is dus de knop van de kleppen in de uitlaat. En dat is gewoon een bypass valve. Hij is gewoon helemaal open. Oh, het is zo'n absurd apparaat. Oh, die combinatie van dat sick harder uitlaatgeluid. En die turbo wastegate sisjes en puffjes. En overal komt iets anders vandaan. Dit is echt een bizarre ervaring. En dan heb je ook nog dat vermogen. We hebben gelukkig ook een 4MATIC systeem. Oh, dus je voelt dat die 925 pk echt gewoon... Je krijgt zo'n duw in je rug en je voelt dat die voorkant ook wordt getrokken. En daardoor krijg je zo'n heel explosief gevoel. Of, hele explosieve ervaring. Zo wil ik het graag omschrijven. Zo boos. En dat zie je ook aan dat uiterlijk. Dat uiterlijk is zo ongelooflijk dik. Hij is helemaal zwart. Die ramen zijn helemaal pikzwart trouwens. Dat mogen wij in Nederland niet, maar in Rusland mag dat blijkbaar wel. We hebben heel wat carbon fiber aan de buitenkant. Een mooie voorsplitter met winglets van GAD. We hebben carbon fiber motorkap elementen met neusgaten en vents en hij ziet er zo ongelooflijk dik uit. Echt niet normaal. En die E-klasse coupé die leent zich hier ook zo goed voor. Want als je achter of voor of schuin van voor deze auto staat, dan lijkt het alsof hij een wide body heeft. Hij ziet er zo potent uit. Het is jammer dat Mercedes zelf geen E63 AMG coupé bouwt. Ja, je hebt wel echt het gevoel dat het allemaal to the max wordt getuned. Alles staat echt onder spanning. Dus ik vroeg me af, hoe lang kan je dit nou doen? Is dit 3 keer gas geven en weer een nieuwe motor? Of kan je dit echt gebruiken? Ik wil dit in een E-klasse Touring. 2 kinderen achterin, die heb ik nog niet, maar die komen wel. 2 kinderen achterin, 2 honden achterin. En ik wil gewoon elke dag die kinderen naar school brengen met dat ding. Kan dat? Ja, dat kan. Elke dag.